Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast dichter en vertaler Bas Belleman. Bas, winnaar van de Filter Vertaalprijs voor een onlangs verschenen boek van Shakespeare, sonetten. Je hebt die sonetten vertaald. Daar heb je echt heel lang over gedaan, las ik. Met tussenpozen? Ja, met tussenpozen, maar een jaar of 11. Ja, klopt. Ik las ze en ik vond ze echt indrukwekkend mooi. Dankjewel. En het is heel gek, want... Ik zal het aan hem doorgeven. Ja. Normaal heb ik bij de kanon een soort dubbel gevoel. Omdat je toch soms in de kanon hele mooie dingen ontdekt. En soms valt het ook heel erg tegen. Dan lees je bijvoorbeeld, voor mij is Tolstoy zo iemand en denk, ja... Is het nou echt zo mooi? Iedereen vindt het zo mooi. Dan moet ik echt mijn best doen om het dan mooi te vinden. Op een gegeven moment leg ik dat weg en denk nou, het is er kennelijk niet aan mij besteed. Okay. En bij Shakespeare had ik zo'n ervaring eerder in mijn leven ook wel, op de middelbare school. En ik las dit en ik was echt getroffen door de inhoud. Het gaat over de liefde en over de taal. De manier waarop jij het vertaalt en toegankelijk maakt. Dus geweldig dat je hier bent. En ben benieuwd hoe jij zelf op Shakespeare gekomen bent. Het zou ook niet de eerste auteur zijn geweest waar jij... Op de middelbare school heb ik natuurlijk heb ik wel in de Midzomernachtsdroom gespeeld, twee keer. Dus ik kende het wel, maar inderdaad, dan heb je nog niet helemaal door hoe goed het eigenlijk is. Nee. Ja, wat wel zo is, dat iedere generatie hem volgens mij weer opnieuw ontdekt. Hè. Dus iedere generatie denkt, oh, Shakespeare, dat is iets van mijn ouders of van de vroeger. En dan gaan ze hem lezen en is het toch weer ongeveer het allerbeste. Dat is in het theater zo, maar dat is uiteindelijk in de poëzie ook zo. En bij mij kwam het erdoor dat ik was recensent voor Dagblad Trouw en ik las heel veel boeken. Ik zat in een literaire jury, ik las nog meer boeken. En uit de aard van de hoeveelheid betekent dat je voornamelijk middelmatige boeken leest. Dat kan niet anders, want het zijn namelijk heel veel. Ja. En het zijn allemaal nieuwe boeken. Dus dan heb je een paar echt hele goede boeken en veel middelmatigs. Toen dacht ik van ja, dat is toch wel een beetje gek. Nou hou ik heel veel van literatuur, ben ik daarom recensent geworden. En nu lees ik vooral dit soort boeken. Dat is een beetje merkwaardig. Dus daar wilde ik uit. Toen heb ik in een soort dramatisch gebaar gedacht, ik wil nu weer het allerbeste lezen. En toen heb ik Shakespeare uit de kast getrokken. Nou, dat was inderdaad wel vreselijk goed. Ja. Dus ik dacht, ja, hier moet ik gewoon mee bezighouden, met het allerbeste. En dat was ook, toen had je zelf al twee dichtbundels geschreven. Ja, en dat was ook dat ik had inderdaad twee dichtbundels geschreven en die werden best goed ontvangen. Maar ik dacht zelf wel van, ja, waarom eigenlijk? Er zijn die experimentele dichtbundels, niet slecht, technisch vaardig, allemaal prima. Maar ik dacht, ik kan hier ook mee doorgaan, maar waarom ook alweer? En die artistieke crisis dreef me ook ertoe om te denken, ja, ik moet gewoon kijken naar wat het allerbeste is en waarom dat nog niet is wat ik schrijf. Ja, ja. Dat was natuurlijk toch Shakespeare. Ja, dat was misschien een kleine... Ik had niet gedacht dat ik vervolgens 11 jaar aan het vertalen was. Dat had ik niet gedacht. Nee, ik kan me voorstellen, dat is ook heel lang. Maar aan de andere kant lijkt Shakespeare het ook wel waard. Ja. Al is het maar omdat je echt in een traditie van vertalen komt te staan. Hè? Want je bent niet de eerste die dit doet. Nee. Ja, het ligt een beetje aan wie je allemaal meetelt. Maar er zijn er echt genoeg vertalingen gekomen. Ja, klopt. Ook wel een beetje boze vertalingen. Van, in ieder geval van dichters die dan wat vertalen en ook wel kritiek hebben op Shakespeare. Terwijl jij eigenlijk een grote lofrede omschrijft ook. Dichters die kritiek hebben op Shakespeare? Ja. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw dat er dan... gezegd wordt van geprobeerd wordt om hem op een bepaalde manier te interpreteren. Oh, op die manier, dat gezegd wordt van ja, dit gedicht moet toch corrupt zijn, want het... Dat is waar, maar dat zijn niet per se boze vertalers, maar je hebt inderdaad heel veel lezers die... kijk, misschien is het goed om even te zeggen, Shakespeare's poëzie, waar hij ook weer over gaat, die sonnetten. Ja. Die sonnetten, dat zijn er 154 en daarna een verhalend gedicht, dat heet The Lover's Complaint. En die eerste 126 sonetten zijn gericht aan een rijke, mooie, verwende jonge man. Nou, je kunt je wel voorstellen dat als Shakespeare net op het voetstuk is gezet als de beste schrijver aller tijden, het antwoord op Virgilius, Dante, Homerus, en vervolgens hij de liefde op een man bezingt, dat mensen daar ongemakkelijk van werden. Nu niet natuurlijk, maar toen zeker wel. Ja. Dus er was ook discussie over de vraag of die wel in het verzameld werk moesten. Want het is eind 16e eeuw als hij dit schrijft en dan is hij al bekend.
Rond 1600, 1609 is het gepubliceerd. Ja, 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 ja. Hij is al bekend, ja, het is de grootste, tenminste een van de grootste schrijvers op dat moment voor het theater. Ja. Ja, ja, ja. En hij had twee verhalende gedichten geschreven die ook inderdaad bestsellers waren geweest. Dus ja, nee, hij was wel bekend. Hm. Maar het raakte wel even ondergesneeuwd en het is weer herontdekt. Ja, 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 ja. En die, bij die herontdekking, het 19e eeuwse romantisch idee ook, dat je dan de grootste aller tijden gaat uitroepen. Maar goed, dan heb je toevallig ook wel een kandidaat te pakken daarvoor. Ja. Dan zaten ze dus wel met het idee van, ja, als wij dit nou willen uitleggen aan de mensen, dat dit zo'n geweldige schrijver is, wat moeten we dan met die sonnetten? Die natuurlijk ook geweldig zijn, maar niet helemaal passen bij wat je zou verwachten. Inhoudelijk gezien niet. Want kun je nog iets meer vertellen over de inhoudelijke lijn van deze 154 sonnetten? Ja, de eerste 126 zijn voor een verwende jonge man. Dat zijn homoseksuele gedichten, zou je kunnen zeggen. En de laatste 28 voor de donkere dame, zoals ze is gaan heten in de literatuur. Namelijk een afstotelijke vrouw, waar hij toch tomeloos verliefd op is. En het idee van Shakespeare, denk ik, is Shakespeare die probeert te kijken wat liefde is buiten alle kaders. Dus hij gaat kijken wat liefde is buiten het huwelijk, buiten man-vrouw, buiten de gewone man-vrouw verhoudingen. En hij vraagt zich ook af, normaal gesproken zeggen mensen dat mannen en vrouwen op elkaar vallen. En hij vraagt zich dan af, als dat nou eens wat ingewikkelder ligt met die seksen, hoe zit het dan? Dus die jonge man heeft bijvoorbeeld ook het gezicht van een vrouw, heeft allerlei vrouwelijke eigenschappen. En al die subtiele ideeën over gender die we nu kennen, die had hij allang gezien. Dat het helemaal niet zo strikt is, daar schreef hij al over. Ja, ik vond het ook wel, merkte ook in het lezen zelf dat het ook, het is ook te snel gezegd als je zegt dat het is een soort homoseksuele beschrijving over homoseksualiteit. Het zit er eigenlijk veel meer tussenin. Het past juist niet in de sleutel van heteroseksuele liefde of homoseksuele liefde. Klopt. Het gaat heel erg heen en weer. Ja, klopt. Maar als je het snel schetst, dan kom je toch al vrij snel bij dat soort typeringen terecht. Ja. Maar je hebt gelijk, het zit er heel erg tussen, ja. En hij vraagt zich dan wel af, als je dat soort liefde hebt, hoe blijft die dan bestaan? Want hij is natuurlijk geheim. Wat weerhoudt iemand ervan om gewoon weg te lopen en te zeggen, ik heb genoeg van je en ik wil je nooit meer zien? Dat zijn dingen als dat je een seksuele band hebt met elkaar, dat je de ander chanteert door het bekend te maken. Of dat die jongeman is bijvoorbeeld rijk. Shakespeare laat de hele tijd, althans de ik-persoon, maar we noemen hem even Shakespeare, laat de hele tijd doorschemeren dat er ook een financiële relatie is tussen die twee. En omgekeerd, wat zijn de gevaren? Ja, de gevaren is bijvoorbeeld seksueel falen. Dat is een van de gevaren. Of het gevaar is dat die jonge man gaat trouwen. Ja, hoe overleef je zo'n liefde? Hoe overleeft zo'n liefde het huwelijk? Ja, ja. Dat soort vragen gaan die sonnetten over. En ondertussen zit er ook wel behoorlijk wat seks in, hè? Of verwijzing in ieder geval naar lichamelijk genot. Maar ook wel weer steeds subtiel, met woordgrapjes. En, Ja, het laat het de hele tijd doorschemeren. Dat is ook zo interessant. Die sonnetten doen de hele tijd alles. Hè? Dus ze gaan over verheven ideeën. En tegelijkertijd, als je het dan een paar keer leest, denk je, maar volgens mij is hij ook gewoon een heel vulgair grapje aan het maken. Dat zit er dan ook in. Ja. En daardoor veranderen ze ook de hele tijd van hoe ze eruit zien. Ja. Je blijft ze lezen. En daarin zijn ze juist ook weer modern, hè? Want het is heel vormvaste poëzie. Dus het is met een bepaalde structuur geschreven. Ja. Ook vermoeiend om te lezen trouwens. Hè? Want Vind je? Nou, vermoeiend is misschien het verkeerde woord. Maar ik moest echt mezelf tegen mezelf zeggen van probeer nou met geduld te lezen en de techniek te begrijpen. Want ik had ze bijvoorbeeld allemaal al kunnen lezen. En ik denk dat ik er nu een stuk of 50 gelezen heb. Ja. En, maar wel geduldig. En dan zie je veel meer dat heb je nodig. Ja. Dat heb je bij poëzie sowieso al meer nodig dan bij proza, denk ik. Nou ja, hoe vormvrijer het is, hoe sneller je er op zich ook doorheen kan natuurlijk. Want dan hoef je die techniek niet te volgen. En dan let je alleen op de inhoud en wat het oproept. Die taal is zo geladen. Er is zoveel gaande. Ja. Ik heb het ook niet in één keer uitgelezen. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Zeker als ik het vertaalde, dan bleef ik eindeloos dat sonnet herlezen. Kijk wat er nou eigenlijk stond. En vervolgens proberen te begrijpen hoe die techniek van het sonnet werkte. Dat vond ik ook wel opvallend. Shakespeare is bijvoorbeeld veel experimenteler dan vaak wordt gedacht. Dus Shakespeare gebruikt een heleboel technieken die we eigenlijk allemaal uit de 20e eeuw kennen, van allemaal experimentele dichters zoals Lutjebert, Kouwenaar, dat soort technieken. Ja, en dat kreeg, kun je een voorbeeld noemen? Ja, nou,
Persona 2 is daar een goed voorbeeld van. Zullen we dat anders even erbij pakken? Ja, dat was ik sowieso van plan, hè, dat we een aantal sonetten echt bespreken. Ja. Nou, kijk wat er in sonnet 2 gebeurt. Die sonetten openen met een wat wonderlijke reeks, namelijk dat die jonge man oproept om een kind te verwekken. Hij zegt dus niet ga trouwen, maar hij zegt verwek een kind bij iemand anders. En het idee is, jij bent zo vreselijk mooi, jouw schoonheid moet behouden blijven. Als jij een kind verwekt, dan gebeurt dat, dan blijft het behouden. Ja, ja. Dat is een wonderlijke oproep trouwens, want Shakespeare kan geen kind met hem verwekken. Alleen dat al is gek. En er zijn ook een heleboel mensen die een beetje opkijken van die eerste sonnet en denken, hè, wat doet hij nou? Ja. Dus dat idee van Shakespeare, dat hij net naast je verwachting gaat zitten, het werkt nog steeds. Nou, en wat hij specifiek in dit sonnet doet, is dat die zinnen halverwege twee dingen kunnen betekenen. En hier doet hij dat met de directe reden en de indirecte reden. Dus je weet niet precies wanneer iemand het woord neemt. Je weet niet precies wanneer de dubbele punten en aanhalingstekens er staan. Want die staan er niet in het Engels. In heel veel uitgaven worden ze dan wel neergezet. Dan zeggen mensen, we zullen het even fatsoeneren voor Shakespeare. Oh, dat doen de vertalers? Ja, of de bezorgers. De mensen die het uitgeven, die doen dat dan. Shakespeare niet. Die heeft geen aanhalingstekens. Dus dat idee dat je pas in de laatste, of eigenlijk op het laatste woord pas weet, oh wacht, hij was rechtstreeks aan het praten. Dat zorgt ervoor dat je tot die tijd in een soort kwantumtoestand zit, waarbij je niet precies weet hoe de zin zal eindigen. Ja, heel modern dus. Dat is heel experimenteel, ja. Ja, ja. Zou ik het in mijn vertaling even voorlezen? Ja, graag. Ga je gang. Bestormen 40 winters straks jouw deugd. En graven zij zich in jouw schoonheidsader, dan zal jouw trotse uniform van jeugd verslijten tot een kleed van weinig waarde. Waar ligt je schoonheid, zou men vragen mogen, en waar de schat van al je wilde dagen? Het antwoord in je eigen holle ogen zinkt vruchteloos, en zo blijft zonde knagen. Nee, woeker met je schoonheid en je eer. En antwoord dan dit stralend kind van mij, vereffend mijn schuld en voert mijn oud verweer. Zijn schoonheid komt naar jou, de kiem ben jij. Dit moest opnieuw geschapen, straks word je oud en kijk, je bloed blijft warm al, voelt het koud. Nou, ik voel me bijna schuldig om het voor te dragen, omdat ik weet dat het heel moeilijk is om dit, wanneer je dit hoort, datzelfde te hebben. Dus wellicht kunnen de kijkers het dus terugspoelen en kijken of ze weten wanneer de directe reden is en wanneer niet. En maar dingen als het antwoord in je eigen holle ogen. Als je aan die jonge man vraagt, goh, waar is je schoonheid? En hij zegt, ja, bij jou, in je eigen holle ogen. Dat is een directe reden van de jonge man. Maar je zou ook kunnen lezen dat die holle ogen van de jonge man, dat daar ergens het antwoord in ligt. Nee, ja. En dat soort dingen doet Shakespeare heel vaak. Er is ook zo'n heksensonnet of zo, en dan, dat is sonnet 13, en dan elk woord verandert zo ongeveer de zin. Bij elk woord zou je een punt kunnen zetten, maar hij gaat door die zin en dan verandert weer de betekenis. Ja, je kiest er ook wel voor bepaalde vertaling die echt een keuze behelst. Hè? Dus jij zegt, het is mooi aan het boek trouwens dat je dus eerst al die sonnetten hebt opgenomen. En vervolgens heb je een heel lang commentaar per sonnet. Oh, heel lang. Ja, pagina soms per kort sonnet. En soms lang. Ja, ja, klopt. En daar heb ik echt van genoten. Want daardoor loods je de lezer er doorheen. Dankjewel. Maar in dit geval dus, hè, dan, om een woord te noemen, hè, dan zeg je dus bij de eerste zin, bestormen 40 winter straks jouw jeugd. Jouw deugd. Jouw deugd. Mm-hmm. Bestormen 40 winter straks jouw deugd. Dat is een vertaling van, when 40 winters shall besiege thy brow. Ja. Ja. Brow had ook iets met statuur te maken. En met de wenkbrauw? Je voorhoofd, in feite. Je voorhoofd. Dus, dat klopt, maar je kunt ook, nou, zoals wij het woord highbrow kennen. Ja, oh ja. Dat woord brow heeft ook die connotatie van iets verhevends, van iets moois en smetteloos. En als je zegt, bestormen 40 winters straks jouw deugd en graaf zij zich in jouw schoonheidsader, dan is dat al heel fysiek. Dus ik dacht, dan kan ik beter die deugd daar noemen, dan dat ik het over zo'n voorhoofd heb. Want dan mis je het idee dat er iets verhevens is dat bestormd wordt. Dat, ja, kijk, dat is de afweging die je telkens als vertaler moet maken. Op het moment dat je dat sonnet leest van Shakespeare, dan denk je, oké, ik snap waar de poëzie vandaan komt. En dan is het bijna een soort experimentele literatuurwetenschap, dat je gaat kijken of het klopt wat je denkt. Dus dan ga ik het in het Nederlands doen.
En als het dan niet loopt, als het dan niet klinkt, als het dan opeens saai is, ja, dan heb ik het toch niet goed begrepen. Dan heb ik het niet goed gezien. Want Shakespeare's poëzie is hoe dan ook goed, daar mag ik op vertrouwen. En als dat in mijn vertaling nog niet zo is, dan ligt dat dus aan mij. Dat was het uitgangspunt voor mij. Ja, dus in dit geval is er in het Nederlands niet een meer dubbelzinnig woord voor deugd. Dat iets minder dik erop bovenop ligt. En dan kies je toch voor zo'n zwaarder woord. Brow is veel implicieter, toch? Het is implicieter, ja, dat klopt. Ja, weet je, uiteindelijk letterlijk precies hetzelfde doen, dat gaat natuurlijk niet. Nee, mijn afweging is dan, is dit nu fysiek, is dit nu meer duidelijk genoeg? Is dit, heeft het zowel het verhevene als het lichamelijke erin? Ik dacht van wel, het kon ook, het rijmde ook heel mooi op jeugd, moet ik zeggen. Daar zit je natuurlijk ook vaak mee, hè? Ja. Dat soort patronen. In de filosofie is deugd ook een goede gewoonte. Een teken van karakter, een houding. En dan wordt het al lichamelijker mee eigenlijk, als je het zo interpreteert. Ja, nou goed. Uiteindelijk moet je natuurlijk niet, hoop ik althans, het gevoel hebben dat je een interpretatie nodig hebt van mijn vertaling om te snappen wat ik doe. Ik hoop dat het als poëzie werkt. Zelf vind ik het zinnetje bestormen 40 winter straks jouw deugd en graven zij zich in jouw schoonheidsader. Vind ik mooi. Ja, dat kan ik ook gewoon ronduit schaamteloos mooi vinden, omdat ik denk, ja, maar dat is dus van Shakespeare. Dat vind ik ook wel prettig, dat ik gewoon met overgave over die poëzie kan praten, omdat ik eigenlijk hem optil. En ja, dan kan ik wel zeggen, het is mijn vertaling en ik ben trots op mijn vertaling. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om Shakespeare. Ja, ja. Nou, ik vind het wel heel mooi hoe je het verlevendigt met je vertaling, hoor. Dus het is heel goed dat je er zo bescheiden over spreekt. Het is ook een mooie opvatting van wat de taak van de schrijver is. Het in levend houden van de traditie of van de kanon, zou je kunnen zeggen. In plaats van meteen zelf iets te willen toevoegen. Maar, ik weet niet of iedereen dat moet doen, maar het gebeurde mij dat ik dit wilde gaan doen, ja. 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 Ook omdat ik zocht een keer een vertaling van sonnet 18, het allerberoemdste sonnet, hè? Dat is dat kennen mensen vaak ook wel zonder dat ze de rest van de sonnetten kennen. Dat is Shall I compare thee to a summer's day? Dat zal ik je vergelijken met een zomerdag. Dat speelt dan ook een rol in de Dead Poets Society en zo, dat soort films. Wereldberoemd, bijna op het niveau van to be or not to be. Dat kennen mensen gewoon. Ja. En ik zocht er een keer een vertaling van, omdat ik ergens geliefdesgedicht ging voorlezen. En toen bevielen die vertalingen me niet. Toen ben ik het gaan proberen. En dat liet me niet meer los. Ja, ze bevielen me niet omdat ik het idee had dat ze het vertaalden als poëzie uit het verleden. Terwijl ik het idee had dat die nog steeds geweldig is. Ja. Dus dat je nog steeds, dat je eigenlijk nu ook zou moeten kunnen lezen als poëzie van nu. Ik vond het ook wel heel stoer dat je gewoon 3 vertalingen opneemt. Nou, van sonnet 18, ja. Ja. Omdat ik ook dacht, en dit is ook wel een mooi moment, sonnet 18 is zo bekend, dat is het eerste dat mensen opslaan. Dus als ze willen weten van, oké, we gaan even wat vertalers vergelijken, dan nemen ze sonnet 18. Dan gaan ze kijken, wat doet dan de een, wat doet dan de ander. Ja. En je kunt gewoon verschillende kanten op. Ja. Dus ik heb de gelegenheid aangegrepen om er 2 te maken, zodat je ook ziet wat die keuzes vervolgens doen. Ja, want je hebt er meer één in de stijl van de bundel en een nog experimentelere opgenomen. Ja, ik heb er 3 gedaan. Ik heb eentje wat klassieker vertaald. Eentje met wat meer nadruk op de vorm van het sonnet. En 1 heb ik gebruikt om te laten zien wat vorm nou eigenlijk doet. Waarom Shakespeare überhaupt kiest voor vormvaste poëzie. Dat is ook zo'n misvatting. Je kunt denken, oh, hij kon zeker niet anders. Tuurlijk kon hij wel anders. Shakespeare is de grootste schrijver aller tijden. Hij kon doen wat hij wilde. Maar hij koos hiervoor. Ja, ja. Dus, laten we daar eens op focussen, op die derde. Dus de meer experimentele. Die eigenlijk meer van mij. Moet ik dan misschien eerst even dat sonnet in het Engels doen? Dat je even weet wat er in het Engels staat. Uitstekend plan. We kennen hem, maar lees hem eerst in het Engels voor, ja. Het is overigens ook nog inhoudelijk heel interessant, dat als je alleen maar dit gedicht kent en die 17 daarvoor niet, dan komt het gedicht opeens in een heel ander licht te staan. Want het lijkt gewoon een liefdesgedicht. Ja. Dat het over een man gaat, dat zie je ook niet. Ja, in de bundel is het een belangrijk omslagpunt zelfs. Ja, klopt. Het is eigenlijk het eerste gedicht waar hij ronduit toegeeft verliefd te zijn. Tenminste, dat blijkt er wel uit. Het gaat ook opeens niet meer, althans nauwelijks meer, je hoort nog een echo. Maar het gaat eigenlijk niet meer over de oproep van die jonge man om een kind te verwekken. Dus ja, dat is inderdaad in die zin een belangrijk.
Misschien nog heel even kort inhoudelijk van waarom doet hij die omroep nou om een kind te verwekken? Wat is daar nou de ja, kijk, daar is heel veel gedoe over. Er zijn mensen die zeggen dat ze zullen wel eens net in opdracht zijn geweest. En vervolgens is hij zelf verliefd geworden en is hij gaan schrijven en zijn hart uit gaan storten en zo. Ja, want die opdracht... Je kunt ze ook in die opdracht, dat zeg je? Ja, die opdracht, dat was dus het idee van, er was een jonge man die wilde geen kinderen. Of ja, die wilde niet huwen en toen werd hij gevraagd, ja. Zo van, kun je hem niet eens... toezingen. Precies, dat is een van de theorieën. Enthousiast meer om vader te worden. Ja, een beetje gek om dat aan een dichter te vragen misschien, maar dat is een van de theorieën erover. Dan gaan ze natuurlijk ook graven in de geschiedenis naar wie die jonge man dan kan zijn geweest. Vinden ze twee op zich plausibele kandidaten. Ja, allemaal prima, maar zelf lees ik het liever als poëzie van voor naar achter. En dus niet als een soort toevallige werkende opdracht. Mij lijkt het meer dat hij in het begin probeert om die liefde weg te duwen. En te zeggen, nou, als jij nou gewoon een kind verwerkt, dan hoef ik er niet meer over na te denken. Nou ja. Dat lukt natuurlijk niet. Ja, dat is een mooie psychologische interpretatie. Maar ja, dat is eigenlijk een poëtische interpretatie. Ja, het vraagt zich af wat die gedichteren doen in de lijn van het hele werk. Ja. En het is dus niet per se een psycholoog, ja, hooguit omdat hij psychologie gebruikt in zijn poëzie. Ja. Maar het is de vraag naar de poëzie zelf en niet naar zijn leven. Ja. Dus de persoon, de protagonist in de gedichten, die is eigenlijk dus verliefd op die jonge man. Op een beetje verholen manier. En om aan die liefde te ontvluchten voor zichzelf, motiveert hij dan diegene waar hij verliefd op is, dan maar verwek nou een kind en ga nou het gewone leven in. Precies. Want dan ben ik in ieder geval ook van mijn ambitie af om jou nog te kunnen veroveren. Ja, en dat reageert trouwens ook op Plato. Dat een heel korte uitweiding daarvan, maar in het symposium zegt Plato, laat Plato, Socrates, nou, et cetera. Maar Socrates zegt dan uiteindelijk dat de liefde erop gericht is te verwekken bij het mooie. En Shakespeare heeft het hier ook over verwekken. Bij het mooie, alleen niet zelf. Hij zegt, ja, dat mooie moet ergens anders iets gaan verwekken, maar die is daar ook mee bezig. En reageert op dat soort ideeën van Plato, maar net anders dan je zou denken. Het maakt het ingewikkelder dan Plato zegt. Nou goed, daarover misschien een andere keer. Mooi intermezzo. Oké, dus we gaan nu naar Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Ja, dat is het beroemde sonnet. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag, thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. En when in eternal lines, dan kun je nog een beetje die echo horen van die voortplantingsgedicht in het begin, die eeuwige lijnen van het leven. Je zou het zelfs kunnen beluisteren als loins, als de dijen, of zeg maar de schoot. Maar goed. Ja. Daar zit die echo nog een beetje in van die gedichten daarvoor. Ja. Ja, dat schets je sowieso in je commentaar heel mooi, hè? Hoe er allerlei fade-ins en fade-outs zijn. Ja, dat is heel hecht. Ja. Ja. Ja, dus in die zin is het wel echt een samenhangende bundel. Ja, vind ik ook. Een van de dingen die me altijd een beetje erger is, dat mensen zeggen, we weten niets van deze bundel, we hebben geen correspondentie erover, misschien is het wel een roofdruk, er staan drukfouten in, we weten helemaal niet of die volgorde klopt. Dan denk ik toch, ja, maar kijk nou toch hoe hecht die bundel in elkaar zit, hoe subtiel die sonetten werken. Het is één groot werk van voor naar achter. Inclusief ook een lover's complaint. Dat is ook zoiets. Dat laat heel veel mensen gewoon weg. Hè? Dat verhalende gedicht komt er vrouw. Daar komen ze meteen op. Okay, daar komen ze meteen op, Bas. Nu even deze. Ja. 18. Dus de vertaling. Misschien kun je een aantal dingen eruit lichten. Een van de dingen zal ik eerst mijn vertaling voorlezen? Die eerste klassieke. Ja. Zal ik je vergelijken met een zomerdag? Wat fijner en wat minder fel ben jij. Storm schudt de appelknoppen van de mei. Al vlug komt er een eind aan zomers pacht. Te vurig wil het hemels oog soms branden. En vaak raakt heel zijn gouden gloed gedempt. En schoonheid zal in schoonheid ooit verzanden.
en volgt de grillen der natuur ongeremd. Toch zal jouw eeuwige zomer nooit verkleuren, nog al het schoon verliezen dat jij krijgt. Nog zal de dood jou in zijn schaduw sleuren, als jij in eeuwige zinnen de tijd ontstijgt. Zolang als adem of ogen zijn gegeven, zolang leeft dit en dit geeft jou het leven. Ja, een van de kleine dingen hoor, the darling buds of May, the darling. Darling wordt vaak weggelaten in vertalingen en ook wordt er weinig commentaar op gegeven, maar de darling was ook was een type appel. Het woord darling is bij Shakespeare ook oogappel. Dat betekent niet zoiets als schatje of zo, maar echt letterlijk appel zit erin. En dat maakt die hele zin al anders als je het hebt over de darling buds of May, de appelknoppen van de mei. Dat is alweer anders dan bij anderen. Maar goed, dit is een vrij klassieke vertaling. Maar in dat sonnet 18, zitten heel veel paren. More lovely, more temperate. Sometime too hot and sometime declines. Dat soort dingen. By chance or nature's changing. Hoor je? Dus heel veel paren zitten de hele tijd in. So long as man can breathe. And so long lives this. De hele tijd is Shakespeare bezig met het paar. Het ultieme paar is natuurlijk het liefdespaar. Het idee dat je hebt more lovely and more temperate. Nou, daar kun je ook de nadruk op leggen. En als je dat eruit ligt, dan ga je bijvoorbeeld het woord zomer en het woord zomaar mengen. Zodat je een paar kunt creëren met dat soort echo's erin. Hmm. En dan krijg je... Dus dat is jouw meer experimentele vertaling ook? Dat is iets. Nou kijk, dat ligt meer na... Het is niet per se experimenteel, want de vraag is... Het zit er ook in. Het zit er ook in. Het is een andere blik op dat sonnet. Het is niet dat ik hier ga denken, nou, kijken waar het toe leidt. Dat is eigenlijk die derde. Maar die tweede is ook een klassieke vertaling, maar met meer nadruk op die vorm van dat paar. Ja, kun je een voorbeeld noemen waar dit uit lijkt in die nummer 2? Ja, bijvoorbeeld, kijk, ik zeg dan, en zomerse recht is al te kort van kracht, staat er in die vertaling. En dan gaat het door met, zomaar te vurig brandt het hemels oog, en dan weer raakt die gouden gloed gedempt. En schoon vloeit zomaar niet van schoon omhoog, maar faalt of valt ter aarde ongeremd. Nou, falen en vallen bijvoorbeeld is zo'n paar. Hè? Als je dat wil benadrukken, die vorm, dan zoek je dat soort oplossingen. Dus dan wordt het misschien wat vrijer van, maar het komt weer dichter bij een ander aspect van dat sonnet, namelijk die vorm, die paren. Ja. Dat vond ik ook interessant om te doen, om te laten zien. Het is niet dat dit een betere vertaling is of die andere een betere vertaling. Nee, je ligt iets anders op. Wat er wel in besloten ligt. Precies, precies. Ja, weet je, uiteindelijk bestaat natuurlijk de beste vertaling niet. Die is er niet. Je hebt een vertaling die je recht doet aan het sonnet. Dat kun je hebben. Maar er kan ook een andere vertaling zijn. En over 20 jaar dan is er weer een nieuwe vertaler. Ja. Die andere ideeën heeft die het ook doet. Ja, dus daar ben ik me van bewust. We gaan naar de derde om te kijken welk accentje daar ligt. Nou, daar heb ik iets anders gedaan. Want de vraag waarom het sonnetten zijn en waarom je dan ook nog in die sonnetten dingen doet als paren en andere structuren. Het doet voor alles. Waarom maakt hij het zichzelf zo moeilijk? En een van de redenen om het zichzelf moeilijk te maken is volgens mij dat het dan het mes op de keel zet. Als het gedicht niet goed is, merk je het in een vaste vorm veel sneller dan in een vrije vorm. Dus als het in een vaste vorm geforceerd klinkt, dan denk je, waarom doe je nou zo vervelend met rijm als je dat niet op zijn pootjes terecht laat komen. En wat ik gedacht heb is, dat moet ik een keer proberen met een ultiem strakke vorm. Ik was daar zelf mee bezig in mijn eigen poëzie, maar wat ik nu gedaan heb is kijken of ik elke zin precies kon laten assoneren. Dus dat je elke lettergreep dezelfde klank geeft, de regel erop. En dan moet je dus vrij gaan vertalen. En dan zul je horen, dit is precies hetzelfde sonnet met andere woorden. Vergelijk je jou eens met een zomerdag, ben jij een trouwer, hechter, lomer dag. Echt, mij verkoudt het net geloken blad en tijd vernauwt de felste zomerkracht. En rijst het gouden helse oog te warm, men smijt een grauwe smet, een zomerdamp. Elk fijn getrouw gebed verkoopt een ramp. Het tij, een vrouw, een hert, een troon, een man. En jij vertrouwt die echte zomermacht. Verleidt
de koudste mensenogen, dat zelfs hij, de oudste rechter, dood je acht. En jij mijn lauwe vers vergroten mag. Men blijft een vrouw, een mens, een oog, een man. Men prijzen jou, je vers, je boog, je zang. De enige reden dat dit volgens mij werkt, is dankzij hem. Omdat dit zijn sonnet is, dat ik kon gebruiken in deze vorm. En dan zie je dat het eigenlijk anders is en toch herken je meteen sonnet 18. Je weet meteen dat dit de structuur is. Maar het is energieker wel, hè? Er zit meer energie in. Zie je dat ook zo? Tempo dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar dat is dan van mij. Ja, maar het laat wel zien wat een extreem strakke vorm doet. En trouwens, ik heb het gevoel dat je die extreem strakke vorm nauwelijks merkt als ik het voorlees. Hij is er gewoon. En dat is niet eenvoudig geweest, maar zo moet het in een sonnet ook zijn. Je moet nauwelijks merken dat het een sonnet, ja, je merkt al dat het een sonnet is, maar het moet heel elegant en vanzelfsprekend zijn. Over de inhoud nog van het gedicht, tot slot. Aanvankelijk denk je van wat prachtig, je wordt vergeleken met een zomerdag, maar er zit ook een soort ambivalentie in. Ja, het is niet alleen maar een compliment. Nee, nou, vaak wordt het zo gelezen dat hij zegt, zal ik je vergelijken met een zomerdag? Nee, want jij bent beter dan een zomerdag. En dus dan dat je zegt, de beste vergelijking, namelijk het allermooiste met een zomerdag, wel nee, dat overtref jij nog. Maar je kunt het ook lezen als hij vergelijkt wel. Een zomerdag is soms heet en soms weer, er zit veel meer variatie in. De jonge man is... Zij zeggen zo stabiel, zo zacht, komt al in zijn nazomer. Ook dat zou je nog kunnen lezen als een echo van die voortplantingssonnetten. Ja. Dat die zegt van je wordt al wat ouder. Je begint je echte jeugdige schoonheid al te verliezen. En wat ik eerlijk gezegd pas na publicatie van het boek bedacht, is dat ook een paar is. Dat hij dus een sonnet schrijft zoals je het meteen opvat. En een sonnet zoals je het opvat wanneer je terugleest, wanneer je ouder bent geworden. Dat ze net nog een keer leest en denkt, wacht eens even, hij zegt iets heel anders. Ja. Hij zegt het eerst tegen je als jeugdig man en daarna tegen je als oudere man. Dat heb ik trouwens nog nooit gezien hoor, dat een sonnet zo extreem zijn eigen vorm doorvoert, dat er eigenlijk twee sonnetten zijn, maar dan... Ja, dus het gaat er niet om dat een ouder een jongere toespreekt en zegt van, kijk uit, je wordt zelf ook ouder? Nee, dat zit erin, maar tegelijkertijd lees je dat pas als je zelf echt ouder wordt. Ja, oké, dat bedoel je, ja. Prachtig. Mooi, hè? Ik kan hier eindeloos over praten. Ja, nee, daar gaan we mee door. Alleen ik wil ook omwille van de tijd wel een aantal, of in ieder geval één ander gedicht nog opspreken. Ik dacht dat het 124 was. Ja. Het is het einde van die reeks. Kijk, die jonge man en hij hebben een soort vurige affaire. En na een tijdje komt daar natuurlijk ook een einde aan. Dat kan niet anders. Ook dat zit in die boog. En in dit sonnet... Dat is 125 misschien. Je bedoelt 125, ja. Daar hebben we het vooraf even over gehad. Hè, als een van de sonnetten om te bespreken. Over de parasol. Ja. En hij... dat is het moment dat hij hem wegstoot. En laat zien van luister, jij denkt misschien dat je rijker en beter bent dan ik. Maar ik red me wel. En wat hij veel doet in dit sonnet, ook weer paren trouwens. Is dat hij twee keer hetzelfde woord gebruikt ongeveer. Maar het één... een gewoon woord en het andere een Latijnse wortel laat hebben, een Latijnse oorsprong. Zodat je dure woorden en gewone woorden hebt. Die zegt, ik kan wel praten zoals jij, maar ik praat zoals ik zelf wil. Dat zit erin. Dat moet je dus ook zo vertalen. Als je dat niet doet, dan wordt het toch, dat doen anderen dan toch minder dan ik, omdat ik meer nadruk leg op dat soort structuren in die sonnetten. Ja. Dan krijg je zo'n soort ruzie. Wat heb ik eraan jouw parasol te dragen en extra vet jouw uiterlijk te eren of mij tot eeuwige glorie te verlagen? Het voelt eerder kort dan schokkend of chockerend. Zag ik niet dwepers met vorm en goede contacten alles verliezen en meer aan hypotheken op zoete recepten, in zouteloze zwakte, zo tragisch gelukkig, maar stekenblind gebleken? Nee, laat mij maar serviel zijn in jouw hart. Neem mijn offerande, arm maar vrij. Die is geen mix, die kent geen avant-garde, maar reciprociteit, voor jou, van mij.
Weg, parasiet, verrader. Ik breek mijn lans voor liefde. Mijn ziel weerstaat jouw surveillance. Ruzie na problemen met vreemdgaan en het goedmaken en gebrek aan vertrouwen. Ja, dus de jonge man vertrouwt hem niet meer, komt kijken wat hij doet. Na een tijdje zegt hij, zo werkt het niet meer, dit gaat niet meer. Weg jij. Terwijl hij toch nog van hem houdt, hè, ja. Dat is natuurlijk het... Dat is de tragiek van de liefde. Ja, dat is de tragiek van de liefde hier, ja. Ja. Ja, er zit ook, dit is wel een mooi voorbeeld ook van een technische vertaler. Want er zit een zinnetje in waar eigenlijk de commentaren zich nauwelijks raad mee weten. Het is een soort misverstandje. Het staat letterlijk, hij heeft het dan over or laid great basis for eternity. Dus wat heb ik eraan om die geweldige grondslagen voor de eeuwigheid te leggen. Which proves more short than waste or ruining. En dan wordt het vaak in de voetnoten aangeduid als, ja, het is een beetje geforceerd wat hij hier zegt, maar hij bedoelt zeker dat de eeuwigheid korter duurt dan de verwoesting, waste or ruining. En dat werkte maar niet in mijn vertaling. Dat werd maar knullig. En dan was dus mijn uitgangspunt de hele tijd ligt aan mij. En dan realiseerde ik me dat hij er iets heel anders zegt. Dat waste niet een zelfstandig naamwoord is, maar een bijvoeglijk naamwoord. Heel technisch, maar toch. En dan krijg je, net als in de Midsomernachtsdroom, als die personages, die hebben nog allerlei bovennatuurlijke dingen met elfjes meegemaakt. En dan zegt die koningin, goh, wat vertellen ze toch vreemde verhalen. En dan zegt de koning, meer vreemd dan waar. More strange than true. En hier is dat eigenlijk ook, dat hij dan zegt, it proves more short than waste. En dan eigenlijk ook nog, want we zeggen het al twee keer. Latijnse woord, gewoon woord, waste or ruining. Ruïne natuurlijk, dat is het dure woord en het gewone woord. Nou, dat heb ik met schokkend of chockerend vertaald. Dat is ook bijna hetzelfde. En dat heb je dus nodig in die vertaling om erbij te komen. Ja. Bas, waar komt jouw woordenschat eigenlijk vandaan in het Engels? Een woordenschat? Ja, hoe kom je op die vertalingen? Zit je gewoon heel veel Engels te lezen? Er is natuurlijk een grote stapel handboeken, hè, bij Shakespeare. Ja, maar dat... Dus dat moet ik wel zeggen. Kijk, eigenlijk, het is een beetje, als je het flauw zegt, kun je zeggen, we beginnen allemaal op nul en we hebben die vertalers die ons vertellen, kijk, dit was een spreekwoord in die tijd. Let op, dit woord betekende wat anders. Dat soort dingen. En maar daar staat natuurlijk lang niet alles in. En wat er vervolgens gebeurt is dat je, tenminste ik, volg dan ook mijn intuïtie. Dat ik denk, volgens mij is er iets met dit woord. Ik zie nog iets niet. Dan ga je graven, ga je de woordenboeken erbij pakken. Ga je kijken hoe dat woord in de rest van zijn oeuvre wordt gebruikt. En of een bepaalde betekenis toen al bestond of niet. Ja. Dat moet je ook checken. Hè? Of, ja. En ja, hoe ik er dan verder aankom, ja, ja. Het is een beetje... Waarschijnlijk toch je ambacht als dichter ook. Dus dat je het niet zomaar vertaalt, maar dat je er ook poëtisch naar kijkt. Ja, dat zorgt voor de zoektocht. Ja, ja, ja. Dat klopt. Ja. Het is wel een van de meest becommentarieerde schrijvers uit de... Ja, zeker. Uit de kanon, hè? Ja. Dus het is wel zo dat als je dat in de bibliotheek opzoekt, commentaar Shakespeare, dat het indrukwekkend is wat zeker. Je allemaal voorbij ziet komen. Zeker. Ja. Ja, kijk, sommige dingen wist ik natuurlijk. Er is bijvoorbeeld een boek, dat gaat over de alchemie en Shakespeare's sonnetten. Nou, alchemie was destijds wat gewoner dan bij ons. En dus hij gebruikt ook woorden met alchemistische connotaties. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Dus dan heb je zo'n boek nodig om dat te zien. Ja. Anders kom je er niet. Ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld scheppen met roeren vertalen ergens, omdat je dan een wat magischer idee erin krijgt. Als je weet dat het meeklinkt, dan moet je die toverdrank, dat roeren, toch kunnen gebruiken. Zonder dat je het dik bovenop legt, het zit er niet altijd bovenop. Het is niet zo dat Shakespeare alchemistische dingen aan het schrijven was, maar... Een paar gedichten zijn alchemistisch. Ja, eentje is heel duidelijk en anderen hebben het als een soort bijklank. Als een, Het was omdat we ook bijna bij het einde zijn van dit gesprek. Toch weer heel snel. Dit geweldige college zelfs, zou ik bijna zeggen. Hoe eindigt het boek nou? Want het is een raar einde. Dan gaat het over naar het beschrijven van de donkere dame. Ja, die donkere dame, dat is... Kun je ons vertellen, hoe verhoudt zich dat ook qua plot tot wat we nu besproken hebben? Ja, die donkere dame is een andere variant op de onmogelijke en misschien wel verboden liefde. Het is een
liederlijke vrouw. Die ook nog een rol speelt in die serie voor de jonge man trouwens. Waar er een vrouw opduikt die hem verleidt en meeneemt weg bij de ik-persoon. Die vrouw komt aan het einde weer terug als de donkere dame. Dat is een vrouw met mannelijke eigenschappen. We hebben net een jonge man gehad met vrouwelijke eigenschappen. Daarna komt een vrouw met mannelijke eigenschappen. Je zou zelfs, vroeger was ik er wat radicaler in, maar je zou hem zelfs kunnen lezen als een man in vrouwenkleren. Dat kon, hè. Al die vrouwenrollen werden door mannen gespeeld, dus het is niet ahistorisch. Nu denk ik er wat subtieler over. Denk ik, Shakespeare laat die lezing open. Ja. Dus het is mogelijk. Het is niet per se nodig. Maar die vrouw is dus afstotelijk. En toch houdt Shakespeare waanzinnig van haar. En dat, dat zit er onder andere in. Hebben we nog tijd voor een sonnet? Of ja, niet? We hebben nog tijd voor één sonnet, maar dat is het ook. Dat is het ook, oké. Nou, dan heb je, dan laat hij zien dat je dat hij van haar houdt. Ondanks alles wat hem de andere kant op zou moeten duwen. Mm-hmm. Nou, mag je kiezen of dat 130 is of die andere die jij had gevraagd. Die 141 geloof ik. Het zijn mijn ogen niet die naar jou smachten. Dat kan ook. Het is, mag ik die gewoon doen? 142? Mag dat ook? Ja. Het zijn mijn ogen niet die naar jou smachten. In jou bespeuren zij wel 1000 gebreken. Maar heel mijn hart heeft de lief wat zij verachten. Dat graag in liefde zwelgt, verkeerd bekeken. Nog vinden mijn oren de wijs van je tong en tractatie, nog hunkert mijn tedere tast naar een handgemeen, nog reuk, nog smaak verlangt een invitatie voor zomaar een zinnelijk feest met jou alleen. Maar mijn vijf zinnen, nog mijn verstand, niets kan beletten dat één dwaas hart zich wijdt aan jou, die ongemoeid laat de trekken van een man, slaaf van je trotse hart. Zo hulpeloos trouw. Het ettert door en dat is mijn geluk. Ze drijft me tot zonde, maar ze maakt me stuk. Dit idee, hè, dat hij eigenlijk zegt, hoe kan ik nou van jou houden? Hoe is het mogelijk dat ik van jou hou? Niets wijst erop, je bent niet mooi, je ruikt niet goed. Het is niet zo dat ik nou verlang om je aan te raken en toch ben ik een slaaf van jou. En ze drijft me tot zonde. Het ettert door. Er zit ook trouwens een soort geslachtsziekte suggestie in. Dat doet hij ook af en toe. Het ettert door en dat is mijn geluk. Ze drijft me tot zonde. Maar goed, er zit ook een straf in. Ze drijft me tot zonde, maar ze maakt me stuk. Alsof je bijna katholiek idee van de zonde, maar meteen ook de straf erbij, dan is het misschien minder erg. Dan kan het weer. Ja, dat is die donkere dame. Die het wonderlijke wezen waarvan iedereen zegt, nou, daar kun je toch niet van houden. Nou, hij wel hoor. Dat laat hij zien. Ja. Ja. Maar mag ik eigenlijk nog één, want ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar één ding toch zeggen. Dat veel vertalingen laten het daarna volgende verhalende gedicht weg. Dat is Lover's Complaint, waarin een vrouw aan het woord komt die te gronde wordt gericht door een verleidelijke jonge man die een heel verhaal tegen haar houdt en haar weerstand breekt met zijn mooie woorden. En ik vind het zo gek dat iedereen het weglaat. Ja, want hoe verhoudt zich dat tot deel 1 en 2? Ja, ook dat is een liefde buiten de kaders. Namelijk geen huwelijk. Het is een mooie jongeman die een vrouw verleidt die daar eigenlijk alleen maar bij te verliezen heeft. En toch weer voor hem valt. Zelfs aan het eind zegt ze, ik denk dat als hij weer naar me toe komt, ik er toch weer voor val. En heel veel mensen laten dat weg, omdat het namelijk niet zo autobiografisch klinkt als die sonnetten. Dus denken vaak, we hebben geen correspondentie van Shakespeare, geen dagboeken van Shakespeare, we weten heel weinig van de man. En ze lezen die sonnetten en denken dan, oh, maar volgens mij zitten we hier heel dicht bij hem persoonlijk. Ja, ja. En dan past dat A Lover's Complaint er niet goed in. Interessant dat mensen zo geobsedeerd zijn door de echtheid van de verhalen. Ja, dat klopt, ja. Dat vind ik ook heel wonderlijk. Ja. Ja, want dat blokkeert ook iets, hè? Want je wil die poëzie lezen. Daar gaat het uiteindelijk om. Die poëzie vertelt je iets. En als je dan denkt, oh, maar ik denk dat ik snap wat er in zijn echte leven is gebeurd en dan zie ik dat hier terug. En dan smoor je ook een beetje de poëzie. Want dan ga je namelijk vertalen wat je denkt dat er staat. En die poëzie zegt altijd meer. Die poëzie zegt altijd 2-3 dingen. En als je dat dus biografisch gaat vertalen, soms niet eens bewust, hè. Maar als je dat gaat doen, dan alleen al als je denkt dat die donkere dame ronduit een vrouw is. Ja, dan vertaal je dat dus zo. Dan heet ze opeens ze, daar waar dat helemaal niet staat. Ja, dus dan haal je dat soort dubbelzinnigheden weg. Bas, ja, geweldig, stoppen, dat je, ja, ja, stoppen. Geweldig dat je hier kwam vertellen over dit boek. Ik hoop eigenlijk dat je snel weer komt.
Want dan kun je nog heel lang over doorpraten. En ik weet dat je nog andere mooie projecten onder handen hebt gehad. Waaronder dus ook de vertaling en daarmee ook de verlevendiging van de sprookjes van de gebroeders Grimm. Ja, nou, dat is minder een vertaling. Hè. Dat is gewoon mijn hertelling. Ja, jouw hertelling. Ja. Ja. Ja, daar heb ik het ook graag een keer over. Ja. Ja, maar het idee is wel hetzelfde. Hè, dat je eigenlijk toch een traditioneel verhaal opnieuw vertelt. Ja, en klopt. En laat zien hoe mooi het eigenlijk is. Ja, en ook daar geldt dat de opvattingen over sprookjes, zoals we die kennen, van we hebben een idee, dat zijn volksverhalen, simpele vertellingen, goed, kwaad, archetypische, de prinses. En dat haalt dus al je subtiele ideeën weg over wat voor prinses het dan is, wat nou eigenlijk het drama is, waarom de ene stiefmoeder de andere niet is. Nou goed, daarover dan een andere keer. We zien je snel ook, Lucas. Leuk dat je hier was. Dankjewel. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.